Hoi, ik ben Ipo Kaya, ik ben 13 jaar oud, ben tweeling met Roya en we zijn onafscheidelijk. Een keer tegen mijn moeder zei ik, ik vind deze meisjeskleding niet meer zo mooi, dus ik wil jongenskleding. Toen ging ik mezelf naar een kledingwinkel kort, ik ging naar de jongens en zo is het begonnen. Ik denk dat ze ongeveer dat toen ik 8 of 9 was. Ja, ik voel me niet echt een meisje, ook niet een jongen, zit er tussenin, zeg maar. Nou, Iqbal is wel meer veranderd dan ik. We hadden altijd lang haar, 2 vlechtjes in. Roze kleding, altijd dezelfde kleding aan. Ja, je zag de verschillen wel, maar we leken wel vroeger veel meer op elkaar dan nu. Onze verschillen zijn dat ik meer meisjeskleding aan heb. Je houdt helemaal niet van roze. Nee. En karakter, bijna alles hetzelfde. Ja. We doen heel veel dingen samen. Wat ik door de week doe is karate, piano en musical. Het is wel chill dat je bij musical gewoon wat ik zelf wil of wat ik voor rol ik wil wel kan doen, zeg maar. Bij musical vind ik stoerder of ja, meer jongensachtig, wat fijner. Want ik zou niet echt zo'n jurk of zo rond gaan lopen. Dat, ja, en op hakken of zo zou ik ook niet doen. Maat 40. Ja, jeetje, het vervelende is gewoon sommige meisjes op de middelbare school die zeggen ja, kom gewoon bij ons omkleden en je hoeft je niet te schamen. Maar dan denk ik, ja, ik doe niet zo stom. Als ik me gewoon schaam voor mijn lichaam, dan is het gewoon zo. En bij de basisschool was het niet zo. Want toen moest iedereen nog groeien, zeg maar. En nu dus kleed ik me soms of gewoon in de wc, of probeer ik toch om te kleden bij de meisjes. Nee, maar ze wordt gewoon op school geaccepteerd hoe ze is. En dat is wel fijn, want het was op de basisschool eerst helemaal niet zo. En dat we uit een andere cultuur kwamen. Maar vroeger durfde niet zo snel voor ons op te komen. Maar dat is nu heel erg veranderd. Maar dat ziet er, ik vind het er echt uitzien alsof je een... Nou, niet een jongen, maar... Dit broek zou ook een jongen aan kunnen, zeg maar. Ja. En die ook. Dit zou ik ook wel dragen, hoor. Mijn broeken wijten strak maakt me niet uit, maar t-shirts en zo vind ik wel stom als het wat strak zit. Zeg maar zo jongenskleren en haar zo laten. En dan voel ik me gewoon vrij en wat blijer en zo. Als mijn moeder het zou accepteren, dan zou ik het wel graag willen. Maar meer met jongens. Niet dat ik zou willen veranderen, maar dat ik gewoon zo mag blijven van haar. Mijn moeder zegt altijd dat ze niet wil dat Iqbal verandert, omdat ze wil dat ze een meisje blijft, omdat ze als meisje is geboren, zeg maar. Die wil gewoon, Iqbal, je bent een meisje. Je hebt meisjeshormonen. Je blijft een meisje en gaat nooit veranderen. Ja. Ik denk dat omdat ze kinderen zo goed mogelijk wil opvoeden. Ze is niet raar, want het is niet een van de enigste die dat zo is. Ik ken een tweeling en die zus daarvan, die is nu echt een broer. Die is van meisje naar jongen gegaan. Als je zeg maar voor je geboorte had kunnen kiezen, jongen of meisje? Oh, als ik zou mogen kiezen, bijvoorbeeld als ik een jongen of meisje zou willen zijn, zou ik wel voor jongen gaan. Bij geboorte, hè? Maar waarom dan? Gewoon. Gewoon veel fijner. Ja, gewoon chilling. Maar maakt niet uit hoe ze eruit ziet, hoe ze is. Maar. Hallo. Ja, je blijft wel familie, hè? Voor mij zou ik zelf willen dat ik gewoon vrijgelaten word hoe ik ben. En niet telkens, ja, geen jongenskleren aan en dat soort dingen. Dan ga ik me namelijk heel onzeker voelen. Ik denk gewoon, ja, ik ben gewoon net zo'n normale mens als iedereen.